eens laten zien. Iets dat je niet gaat verwachten. Maar wel heel spectaculair is. De Woppie. Dat is onze Woppie. Eigenlijk een vriend. Die zicht mee. Hopla, hopla. Hij is weg. Hop. Ja, die hebben een gaatje in de venster hier. En dan kunnen ze erdoor. Hou op, hé. En mijn nekken. Ja, oké. Goed. Maar dat is niet de reden waarom dat ik de kamer hier gezet heb. Nee, het is de reden dat ik ga uitleggen wat de machine kan. Want dat is een trekzaag. Een radiaalzaag. Dat is voor vooral voor platte dingen te zagen. Panelen. Dat is eigenlijk een paneelzaag. En je kunt er heel wat mee zagen. Je kunt er verschillende richtingen mee zagen. Met de zaag. Dan kun je ook mee zagen. Ik toch. Ja, snel terug. En dat was dus eigenlijk wat ik jullie wou laten zien, want er was vraag naar. Een Facebook-kameraad heeft gevraagd om een woordje van uitleg over de zaag. Wel, het is een trekzaag. Een paneelzaag. Een platte paneelzaag. De zaag ongeveer tot, ik denk, dat ga ik nu een keer meten. Ik weet het niet. Ik ben direct terug. Even af. Zo, hier ben ik terug met een rolmeter. Een stokmeter. Oké. Ik heb er al wel iets verkeerd aan gedaan, maar dat is niks. Het zit niet in de weg. Die lat, die moet, als de zaag tot van achter komt, tot voor de zaag komen. Waarom? We gaan zagen, trekken we daaraan en dan zitten we pas in ons stuk. Snapte? Dus nu zit ik al direct in mijn stuk en de zaag wordt op en af gedaan met een zwengel. Ik denk dat er niet te veel lawaai maakt. Dus dat is met een zwengel voor op en af te doen, dus dat is vast. Je kunt niet naar beneden trekken, dat gaat niet. Het is zo. Of zo. Dus, gaan we een keer meten wat dan ongeveer zo de maximum lengte is dat de zaag zaagt. En we pakken er ongeveer van iets voor het zaagmot. Tot hier. En dat is zo'n 40 centimeter. Ja. 40 centimeter plat. Schoon. Ik vind dat ook. Nu, wat doet die zaag allemaal? Heel belangrijk. Zagen. Die zaag kan in alle richtingen zagen. Of je kunt er jou mee zagen in alle richtingen. Want de zaag zaagt niet in alle richtingen. Want op en af is een vaste maat. En die is van de hand dat jij moet doen wat je moet doen. Nu dat ik daar zo een beetje over nadenk. Als je die in hoogte kunt zetten, kunnen daar bijvoorbeeld ook balken mee zagen. Dus. Als je een pen- en gatverbinding moet maken, zagen en dan op de top B verder doen. Nee, dat is niet slim. Nee. Zo gaat dat niet. Hè? Nee. Zagen en kappen met de hand of met de lintzaag. Heb ik ook een lintzaag gekocht. Alles bij elkaar. Dus een zaag voor van alles. Recht onder een hoek. Wat wil dat zeggen? Ik heb deze wat erbij gebruikt. Dus maar gewoon voor even te steunen. Want als ik moet zagen, moet ik voor mijn lat zitten. Hè? Voor mijn zaagblad. Gewoon een keer. Ik ga niet zagen. Hè. Dat moet ook bezig zijn. Maar ik moet één keer zagen. Ik heb hier een overschot hout.
Natuurlijk moet ik de prijs insteken. Hier heb ik geen stopcontact, ginder wel. Dus moet ik mijn verlengdraad pakken. Ah, ben ik even. Zo, de verlengdraad is aangebracht. De elektriciteit is er. Nu, ik kan niet veel zaken. Dus moet ik dat eerst nog naar beneden. Ik zal het hier laten horen. Dat hoort, dat is. De zaagtanden die staan in die richting, naar ginder toe. Je trekt aan die en die beginnen direct te zagen. Iets heel anders dan dat je een afkort zaagt. Ja? Die zaag die draait ook van achter, maar je zit direct in die hand. Hier moet je erin komen en moet je oppassen dat die zaag u niet mee naar achter sleurt. Want die draait in die richting, die draait in die richting. Dus wil dat zeggen, die loopt voort als je wat daar trekt. Ik ook al voor gehad. Oké, dus. Dat noemen ze een lawaaimaker in cirkelzaag. Wat moet ik nu doen? Ik moet mijn zaag laten zakken tot in mijn tafel. Klein beetje, dat moet niet meer. Zo, ik heb al eens een keer in mijn tafel gezaagd. Express, omdat dat moet. Ik ga mijn plank wel vastleggen. Ik moet die wel vastleggen. Dat die niet in mijn zaag loopt, bijvoorbeeld. Hij weet nooit dat je dan zo kwak tegen mijn zaag en vergeet het. Oké, kijk. Hier heb ik een keer in geklodderd gat. Zie je? Dat is mooi recht. Hier is dan een centimeter en hier is dat gewoon gemakkelijk 2 centimeter. Laten we eraf zagen. Met de zaag. Nou, wat dient hij? We laten de zaag uitbollen. En dan nemen we een stukje oud weg. Ik denk dat dat tamelijk logisch is. Dus dat is voor een rechte zaagsnede, 90 graden. 90 graden plat. 90 graden. Voilà. Plat. Ja. Maar we kunnen ook onder 45 graden zagen of onder meerdere graduaties. Zeg ik nou? Onder meer graden van zagen. Nou, wat moeten we daarvoor doen? Dat ga ik er nog laten zien. Ja, het is tamelijk een lange tafel. Toen we die gingen halen, was die gemonteerd op die lange tafel. We zijn met de kabinet geweest en met de remorque aan de kabinet. In de kabinet hebben we de topie gestoken. En dan langs het spel en we van achteraan de ding hangen in de remorque gestoken. Wat is daar een beetje aan voorgevallen? Door in de remorque te zitten en twee beentjes buiten de remorque te hangen, is ze al wat bol geslagen. Wat gaan we doen? Geen erachter, want ze staat zo een beetje rond. Zo, hier is ze nog plat, dus daar staat ze rond. Wat gaan we doen? Voilà, ondersteken. Dat is nu nog niet nodig. Ik kan me nog niet veel geven. Oké, dus. Dat is de handel. Om het opspanmechanisme van de 90 graden hoek te veranderen. Ja. Hier trekt hij aan en dan zetten we het op. Dan nee. Ik ga mijn zaak kapot trekken, die daar nog in de glijf zit. Hier trekt hij aan en dan kunnen ze zetten naar de 45 graden, is een vaste hoek. Die klikt daarin. Hier achteraan kun je afleiden hoeveel graden dat hem heeft. En als je eraan trekt, kun je dus hem ook in 30 graden zetten. Of in 15 graden of op 10 graden. Dat is allemaal mogelijk. Het is veelzijdig. Dat kun je doen. Vanaf kun je met een hond toe zwijgen. Zo, met een hond zwijgt. Ik heb dat vriendelijk gezegd. Shh.
Of... Nee, zo zijn we niet. Goed. Nee, ik de graden vast de 90 graden, die klikt daar zelf in. Zet hem vast. Hop. Uw zaag achteruit. We gaan de zaag met laten vast. Tot in de tafel. Hè. Ik heb hier al in tafel gezaagd. Nee, speciaal voor die zaag te laten lopen. Hè. Nu voor in tafel gezaagd. Zo, een klein beetje in tafel. Opgelost. Stuk er tegen. Tegen de aanstoot. Hier kan dat wel, omdat mijn zaag verder naar achter staat. En dan moet het zwerven. Enfin, we gaan dat zelfs niet meer horen, want ik ga zagen. 145 graden. Zo. Perfect. 45 graden. Ik denk dat toch. Als we die twee tegen elkaar zouden zetten, dan krijgen we opgenaard. Goed. Dit dat is gedacht. Niet zo content van wat ik dan hier precies. Ik vind het wel eens. Maar ja, dat is. Ik heb ze nog niet gebruikt voor het is de eerste keer dat ik ze gebruik om. De kummel wel een stukje zaag. Ik zag hem. Terug 90 graden. Vast. Je gaat 145 graden zagen. Zo. Dus plank gaan we zo 145 graden zagen. Dat gaat ook. Maar nu moet ik nog een keer zien hoe dat dan weer was. Ah ja, ik moet deze hier los doen en dan moet ik daar het terug vast doen en dan. ik kom direct terug. Ik moet het sleutel gaan halen van 12:13. Wie weet het? Ik ken niet. We gaan ze allemaal twee halen. Het hangt wel aan elkaar. Ja, terug. Ik heb drie sleutels meegepakt. 11:10:11. 12:13, 14:15. Dat is eigenlijk, zijn er wel genoeg bij. Hè? En ik ken erin dat er een 10 gaat zijn. Nee, dat is een 11. Ja, dat is een 11. Ik kom er niet gauw tegen. Een 11. Zo. Daar kun je je zaag mee draaien. Zo, hoppa. Dus die raakt, dus ik toch direct. Kunt je meer, onder meer graden zetten ook. Of minder graden. Dan kun je tot 90 graden gaan. Dat kan van pas komen. Als je bevoorrad bent, een balken bij. Een balken bij. En we zagen zo. We zeggen, ik zet mijn zaag plat. En ik zag daar zo door. En dan ook een pin. Ik weet niet of dat echt nodig is, maar het is maar gewoon voor het doen. Dus, dat is 90 graden. Dat is goed, hè? Ik weet het. Hebben we weer dan nodig? Vastzetten. Je moet hier dingen voorzien van achter. Dat ik bijvoorbeeld kan vastzetten. Ik weet het niet. Dat wijst allemaal zijn eigen uit. Later als je het nodig hebt. En als je het nodig hebt, heb je het niet in huis. Ken je dat? Ja, we kennen dat. Dus mijn zaak die hangt nu zo. 45 graden. Ik zal u dat eens laten zien. Mijn zaag hangt 45 graden. Zie je, dat is om 45 graden. Ik heb dat terug vastgevijzen. Anders dan denk ik dat dat niet echt goed gaat komen.
Zo, gaan we zagen. Oké, let's zeg. Eerst keer dat ik er op. Ja, gaan we even naar je plat maken, want je staat plat. Ik neel dat in mijn zaag mijn tafel moet zagen. Begrijp je? Nu zou ik weer mijn tafel moeten zagen. Ik heb niet. Snap je? Nu zit ik van de grond af. Ik zit toch nog ver genoeg. Nee, van achter. Van achterheen. Ga ik toch even moeten inzagen. Ik ga daar een heel stuk moeten wegnemen hier. Oh my god. Een heel stuk wegnemen. Dan ik met mijn zaag de vrij lopen. Maar nu ga ik daar eens in zagen. Ik kan me niet veel veranderen. Om jullie even te demonstreren wat dat allemaal kan. Dus nu ga ik die hoek daar afzagen. Nou, die 45 graden daar zagen. Dan gaan we zien. Het is gewoon dat dat 45 graden is. Mijn zaag komt er onderdoor. Allee, let's go. Plat 45 graden bijvoorbeeld. De ton heb ik afgescheurd zetten. Om een zacht op de pen. Zo, om een 45 graden een kist van te maken, bijvoorbeeld. Hè. Maar even te laten zien. Kist van te maken, gewoon met een paar van die half manen duveltjes in. Plek. Niemand ziet dit. Geen nadel, niks. Proken langs de zijkant. Dat is daarvoor. Dit hebben we ook gezien. Ik ook. De eerste keer. En ik heb nog een andere mogelijkheid. En dat is. Kunnen we ook doorsteken? Waarschijnlijk vooral ik ga nu nog doorsteken. Hallo, Peter. Beter aan België. Dan zetten we ons zaag vast. De zaag vast op een bepaalde maat dat we nodig hebben. Bijvoorbeeld. Schuif ik deze weer even door. Ik heb die niet nodig. Dat is maar even. Ja, iedereen begrijpen. Zo. Hier ook weer. Ik ga er een plankje moeten onderzetten. In dat plankje zagen. Ik zal dat met de zin ook dat moet doen, maar ik denk dat ik dat nooit, dat ik dat eigenlijk nooit ga gebruiken. Ik ga dat ook nu niet doen, want dan moet ik weer. Ik kan dat niet laten staan, want dat vloept weg. Hè. Die zagen die gaan naar beneden komen als ik daarin zagen. Spullen weg. Ga ik dus niet doen.
ga ik hier zo een lange moeten maken met een bordje aan aan het einde van mijn tafel om die weg te schuiven. Snap je? Nee? Goed. Of iets anders. Wat is hier de bedoeling? Je kan wel iets doen, hè? Wat is hier de bedoeling van? Hier kun je een stuk doorstoepen. Maar dan moet ik het kunnen vastzetten en ik kan dat bij deze knop nu vastzetten. Dus. Speciaal een knop erin steken, die was er niet meer bij. Dat was zo met een knop aan tafel. Maar ik vind het gevaarlijk, dat blijft dan constant draaien. En als je dan bezig bent, je stoemt dan een keer mee. Oh, niet kapot. Mijn hand. Floortje! Ja, dus het is een Leuvensen. Floortje! Floortje! Ah. Oké, dus dat kan ik niet doen. Dat ga ik dus niet gebruiken. Ik zal het waarschijnlijk nooit gebruiken, want ik heb een betere zaag als deze voor dat te doen. Dat ga ik kunnen laten. Deze ga ik terug op zijn plaatsje zetten. Dat mijn tansen is. Ik kan weer gaan controleren. Omdat we 90 graden hadden. Of niet. Dan moet ik los de deur. Dat valt ook. Vast op zijn 90 graden. En aan deze kant zet het dan vast. En dat is de zaag. Dat is dus de radiaalzaag. Met de zaag. Ik weet het, ik verdien geen applausje. Toch, of feest dat? Ach, er wel vanaf. Ik weet niet waarom, maar. Oké, dus. Dat is de zaag, daar kun je mee zagen, dus. Meer is dan niet. Dus ik heb weer een keer hoog kunnen zagen. Gelijk content. Dat is dat. Goed, volgende.